Welkom allemaal vanuit Zuid-Amerika op deze prachtige dag. Mijn naam is Siert de Vos en ik verzorg samen met collega Jeroen Guter het commentaar bij deze wedstrijd. En zometeen gaan we samen met u kijken naar een competitiewedstrijd. Dit wordt een wedstrijd voor de liefhebbers. Ja, dankjewel Siert. Nou, het zou als een heel interessante ontmoeting kunnen worden hoor. En de sfeer in het stadion is prima. Veel mensen verwachten dat het een open wedstrijd wordt. FC Utrecht gaat met deze 11 spelers het veld op. In de bekende 4-3-3 met vleugelspelers. Dus inclusief het gevaar vanaf de vleugels. De coach van de bezoekers gaat met deze basiself van start. Een formatie die we vooral uit het buitenland kennen, want Nederlandse clubs zie je niet zo vaak spelen in een 4-4-2 met die ruit op het middenveld. Dat klopt. Ja, dat heb je goed gezien, Siert. In Nederland zijn we toch wat sneller geneigd om meer over de vleugels te spelen, hè? FC Utrecht is een club die eigenlijk geen rivaal kent in de regio. Daarom zijn de belangrijkste duels altijd tegen de clubs uit de traditionele top 3. Ja, een van de duels waar echt veel spanning op staat is natuurlijk als ze tegen Ajax spelen. FC Utrecht blijft voor veel clubs een lastige tegenstander. Het duel gaat van start. FC Utrecht met het eerste balcontact. Hij fluit voor de overtreding, maar laat de kaarten nog op zak. Deze bal levert geen probleem voor hem op. Giorgio Chiellini. Hij gaat verder. Zo, wat een boeier zeg! Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Lodero. Wayne Rooney. Ja, is dat wel buitenspel? Nou, kantje boord. Christian Pulisic. En die aanval duurt niet lang. Aaron Ramsey. Daar gaat Chiellini. Doelpoging, schot! En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Het schot gaat ruim over het doel. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Geen kaart voor die overtreding die al vroeg in de wedstrijd gemaakt wordt. Emre Can. Hij rukt verder op. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Wayne Rooney. Doelman ertussen, spel gaat verder. En het publiek gaat achter het team staan. Opgelucht waarschijnlijk, want ze kregen bijna een doelpunt om de oren. De scheidsrechter gebaart Utrecht om verder te spelen. Voordeel, zegt hij. Christian Pulisic. De scheidsrechter trekt nog geen kaart zo vroeg in de wedstrijd.
Chiellini haalt die voorzet eruit. Sanchez. Emre Can. Oh, wat een prachtig. Gaat een vrije trap nemen op een gevaarlijke positie. Goed gered door de doelman. En de bal geklemd. Wayne Rooney. Maak het dan voor de voorsprong. Zo, wat een reactie van die doelman. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Nee, hij kopt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Bal over de lijn en inworp. Goede kans. Hij raakt die bal vol. Wat een knal, zeg. Ja, en hij gaat maar net naast, hè. Anders was het een doelpunt geweest. Sanchez. Nico Elvedi. Een voordeelsituatie voor Utrecht. De aanval kan verder. Christian Pulisic. Die tackle zet hem van de bal af. Gignac. De bal nog bij André-Pierre Gignac. Christian Pulisic. Ze voeren de druk langzaam op bij de gelijke stand. En dan trek je naar binnen. Nou, van dit schot ligt de doelman niet wakker. Aaron Ramsey. Niemand in de buurt daar. Voorzet naar de speler bij de tweede paal. Ja, goal. Cool. Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Nou, deze kan wel een keertje terugzien, hoor. En met name die voorzet, want die is tot in de puntjes verzorgd. En nog voordat de bal op de grond ploft, heeft hij al uitgehaald. Verwoestend, mag ik wel zeggen. Ja, dit is een staaltje van techniek dat zijn weerga niet kent. De score is geopend. Het is 1-0. Christian Pulisic. De scheidsrechter gebaart Utrecht om verder te spelen. Voordeel, zegt hij. Dit moet een doelpunt worden. Ja, applaus voor die doelman. Ik ga staan. We staan, gaan allemaal staan. Jeroen, staan. Ik sta. Absoluut, ja. Schitterend. Oog in oog met die speler. En toch weet hij dat doelpunt te voorkomen. Formidabel. Hij ontsnapt. Hij moet scoren. Rooney. Die bal verdwijnt in het net. Oh, wacht. Anulado. Dat doelpunt gaat niet door. Klopt. De assistent scheidsrechter is duidelijk. Gedecideerd houdt hij zijn vlag omhoog. Emre Can. Christian Pulisic. Een voordeelsituatie voor Utrecht. De aanval kan verder. Ze komen opnieuw in balbezit.
Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Een kans om te scoren. Die gaat uit via een kopbal. Jairo Riedewald. Aaron Ramsey. De verdediging werkt die bal goed weg. Nemanja Radoya. De voorzet komt niet aan. Er zit een verdediger tussen. Overtreding, maar hij komt er met een waarschuwing vanaf. Ik denk niet dat de scheidsrechter een volgende keer weer zo coulant zal zijn. Ja hoor, hij zit erbij. De doelman houdt de penalty tegen. Goed gedaan hoor. Met deze hoekschop kunnen ze het verschil vergroten tot 2. Al naar het midden. Zo, van dichtbij over de lat. Wat een kans is dat. Dat rijmt trouwens. Ja, maar jij bent toch de poëet onder de commentatoren, zie je het. Dankjewel, neem wat te drinken. Ja, maar het is wel zonde hoor. Want als die bal naar beneden was gekopt, dan was het waarschijnlijk het doelpunt geweest. De scheidsrechter gebaart Utrecht om verder te spelen. Voordeel, zegt hij. Op de brommer er voorbij. Christian Pulisic. Hij werkt hem weg. Een aanval van FC Utrecht. Vrije trap op een wel heel interessante plek. Haha, dit brengt hem in de problemen. Ja, inderdaad. Een doorgebroken speler neerhalen levert strikt gezien natuurlijk gewoon een rode kaart op. Emre Can. Gaat hij de gelijkmaker erin leggen? De bal weer teruggepaast. Gefloten voor de overtreding. Op een gevaarlijke plek. De bal blijft binnen naar die redding. Ja, de doelman staat goed op te letten en voorkomt daarmee de gelijkmaker. In het centrum gespeeld. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Hier nog eens de beelden van die uitstekende doelpoging. De bal komt voor het doel. Werkt de bal goed weg. Nemanja Radoya. Komt hij tot een schot? Buitenspel, zegt de scheidsrechter. De bal nog bij André-Pierre Guignac. De vrije trap is voor FC Utrecht. Loopt goed af, maar een sliding is gevaarlijk hier. En wat balen ze op de tribune. Het zag eruit als een strafschop. En ze zijn het niet eens met die beslissing van de scheidsrechter. En we wisselen weer van balbezit. Hele knappe interceptie hoor. Hij las die situatie goed. Bal bij de tegenpartij. En opnieuw laat hij een mooie paas zien. Een kans op een counter. Aubameyang mag verder met de bal. Voordeelregel toegepast. Vrije trap voor FC Utrecht. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Jasomer, uitstekende redding. Oog in oog met zijn tegenstander. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Ze schakelden snel voor de counter, maar raken de bal kwijt. Christian Pulisic.
Voor de blessuretijd worden 3 minuten uitgetrokken. Alle ballen van hem komen aan deze wedstrijd. Niemand in de buurt daar. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Ja, die moet erin. Laten we eerlijk zijn, dit soort kansen moet je benutten. Ze hadden nu 2 doelpunten voor kunnen staan. Ik heb het idee dat ze daar nog spijt van gaan krijgen. Want deze had gewoon moeten zitten. Dan speel je een heel andere wedstrijd. Aubameyang. Christian Pulisic. Een aanval van FC Utrecht. Geweldige actie. Dat kunnen er niet veel. De bal wordt ingeleverd. We gaan rusten bij de stand van 1-0. Ik vind dat hij goed heeft gespeeld in de eerste helft. Ik ga ervan uit dat hij blij is met die goal waarmee zijn ploeg de voorsprong te pakken heeft. Ja, nu op jacht naar de volgende. We gaan weer verder. Aftrap is geweest. Tweede helft onderweg. Nog steeds in aanval. Hij maakt de tackle op de vleugel en komt aan de bal. Dennis Zakaria. Wat balbezit betreft heeft FC Utrecht duidelijk een streepje voor vandaag. Maar veel opgelegde kansen heb ik nou ook nog niet kunnen ontdekken. Om fouten af te dwingen bij de tegenstander moet het tempo omhoog. Goed ingegrepen en meteen balbezit op de helft van de tegenstander. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Ze kunnen snel uitbreken nu. Het wordt sprinten voor die verdedigers. Ja, koekoek! De techniek druipt er vanaf. Een volley met een timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Goed uitgespeeld natuurlijk, met een ragfijne voorzet. Maar ik kan me ook voorstellen dat de tegenstander verwijtend naar de doelman kijkt, hoor, naar deze blunder. Die bal had nooit in de korte hoek mogen verdwijnen. Alassane Plea. Nico Elvedi. De scheidsrechter gebaart Utrecht om verder te spelen. Voordeel, zegt hij. Wayne Rooney. Nico Elvedi. Een voordeelsituatie voor Utrecht. Een aanval kan verder. Komt er een doelpunt aan? Hij probeert een stift. Redding, maar de bal blijft in het spel. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zal eigenlijk moeten applaudisseren. Je hebt van die spelers die als het ware lijken te weten waar de bal terecht gaat komen. Dat is hier zo'n voorbeeld van. Eerst gaat de bal richting de verre hoek en dan komt hij terug het veld in en ja, dan zit hij er gewoon heel goed bij. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0.
Voor het thuisteam staat een speler klaar om erin te komen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. De vrije trap is voor FC Utrecht. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog. Dan mag hij niet over mopperen. Lodero. Kunnen ze dit snel uitspelen? Die defensie reageert veel te traag. En daar gaat toch een mooie kans verloren hoor. Maar hij stond net buiten spel. Ze komen opnieuw in balbezit. En op het middenveld wordt de bal onderschept. Leep steekpaasje hier. Een fantastische redding weer, die keeper, of niet? Ja, maar dat is de hele wedstrijd al het geval. De scheidsrechter geeft ze een corner. Hoekschop in het centrum geplaatst. Deze doelman lijkt vast besloten om zijn doel schoon te houden vandaag. Ja, hij staat heel sterk te keeper hoor. Lastig om zo iemand te verschalken. Er ligt een counter op de loer. Alleen de doelman nog voor zich. Ja, die is goed te raak zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. De bezoekers maken korte metten met de thuisploeg hier. Tot ontsteltenis van de fans in het stadion. Ja, maar het spel van hun ploeg is dan ook niet om aan te zien. De scheidsrechter gebaart Utrecht om verder te spelen. Voordeel, zegt hij. Wat een geweldige techniek heeft hij toch. Weer een balletje heen en weer. Heel geduldig spelen ze nu op zoek naar een opening. Er ontstaat een duel om de bal. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. Een voordeelsituatie voor Utrecht. De aanval kan verder. Hij raakt die bal vol. Wat een knal zeg. Ja, en hij gaat maar net naast hè. Anders was het een doelpunt geweest. Nemanja Radoja. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. André-Pierre Guignac. Hij komt uit en raapt die bal zo op. De scheidsrechter gebaart Utrecht om verder te spelen. Voordeel, zegt hij. Marcus Rashford. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Alsnog een gevaarlijk moment. 3 doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie. Ja, zie je het, hier komen we op wachten. De hat-trick. De verdediging slaagt er maar niet in om hem in bedwang te houden. En dan krijg je dit. Wat heeft hij het op zijn heupen, zeg.
De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. De vrije trap is voor FC Utrecht. We hebben nog 20 minuten te gaan. Zet verder door. Een voordeelsituatie voor Utrecht. Een aanval kan verder. Net op tijd ertussen. Gaat dit wat worden? Dat kan hij hiermee. En ze doen er toch nog iets aan met dit doelpunt. Nou ja, elk doelpunt is meegenomen, toch? Ja, nou ja, goed. Ze staan nog steeds fors achter. Maar in ieder geval is de achterstand iets draaglijker geworden. Nou, de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt, vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk voor die speler die de bal kwijtraakt. Zoiets wordt meteen afgestraft. De score is 5-1. En we trappen weer af. Nou, ik ben blij voor die supporters dat hun ploeg hier even een goaltje meepikt. Anders wordt het zo'n kansloze nederlaag. Ja, maar een nederlaag is een nederlaag. Het geeft nog een klein beetje glans. Maar al met al is het voor hun natuurlijk toch een treurige dag. Sommer redt half. Kijk, daar komen de mensen nou voor naar het stadion. Kunnen ze dit snel uitspelen? Ze leveren de bal in. Vrije trap voor FC Utrecht. Hé, hey, hupsa, weg met die bal. Wright Phillips. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Toch de schietkans. Lekker doelpunt. Zo'n doelpunt kan eigenlijk alleen maar tot stand komen als de paas in orde is. En deze is dik in orde. Perfect gewoon. En vervolgens kunnen ze met z'n tweeën zo op de doelman af. Die staat er helemaal alleen voor. Ja, dan is er geen redder meer aan natuurlijk. Hij kan niet voorkomen dat de bal in het net terechtkomt. De voorsprong is nog groter geworden en gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Alassane Plea. Wow. Ik word er gekond. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. Dit lijkt me geen slim plan van de doelman. Wil hij scoren of zo? Voor het thuisteam staat een speler klaar om erin te komen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. Alassane Plea. Alassane Plea kan verder. Goed op afstand gehouden. Zo, bijna een ongeluk. Dit is geen goed idee. Zo'n wilde sliding in de 16 meter. Nee, niet doen. Ketst af op iemand van de tegenpartij. Er komt een hoekschop. In plaats van even te wachten, wisselen de coaches op hetzelfde moment. Die hoge bal is van Aubameyang. En die gaat over de doellijn. Gelukkig gooien ze de handdoek niet in de ring en weten ze toch nog te scoren. Je zou toch verwachten dat een verdediging zich wat beter concentreert als de bal wordt voorgebracht vanuit een hoekschop.
Maar dat is hier niet het geval. En moet je kijken hoe hij hem dan vervolgens langs de doelman kopt. Vol op het voorhoofd. Ja, dan is de keeper gezien. Lekkere goal hoor. De stand is 6-2. Houdt u de rekenmachine er even bij. Dit doelpunt is als een klein lichtpuntje op deze gitzwarte dag voor de supporters. Alles beter dan roemloos ten ondergaan. Ja, dit team heeft de hoop op een goed resultaat natuurlijk al lang opgegeven. Hij weet de bal niet te controleren en raakt hem kwijt. Aubameyang. Alassane Plea. Caligiuri. Een aanval van FC Utrecht. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Koek, koek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik het nog een keer zeggen? Koek, koek. Ondanks de achterstand blijven ze toch op jacht naar een doelpunt. En dat is goed om te zien. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. En we gaan weer aftrappen. Ik ben inmiddels de tel kwijtgeraakt. Marcus Rashford. De scheidsrechter gebaart Utrecht om verder te spelen. Voordeel, zegt hij. De vrije trap is voor FC Utrecht. Nee, hij komt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Nemanja Radoja. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Raakt de bal kwijt na die tackle. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Komt er een doelpunt aan? Nog steeds in een gevaarlijke positie. Die bal moet erin. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Wat een doelpunt te verstijzen. We hebben niks te klagen. Jairo Riedewald. Verdediging effectief hier. Caligiuri. Alassane Plea. Oh, wat een kans! Zo, goal! Er gaat er toch nog één in. Al maakt dat voor het resultaat verder niets uit. Een doelpunt. Een schrale troost. Voor als de scheidsrechter straks affluit. Dat ze op het allerlaatste moment nog een goal mee hebben kunnen pikken. Maar ja,
veel meer dan dat is het niet. Ja, alsof dat nog wat uitmaakt. Die ene goal. Nee, dat was geen best. Einde wedstrijd. Er wordt gefloten. De bezoekende club wint. Wat was dit? Het leek soms wel een trainingspartijtje. Na deze zege hebben ze dubbel en dwars verdiend. Ze speelden ronduit uitstekend.